gisteren was ik bij de bakker. Daar is keurig netjes alles afgestreept met 1,5 meter. Dan lopen de mensen met een grote boog om je heen van, oh, want we moeten maar wel 1,5 meter afstand houden, ha, ha, ha. Maar dat komt denk ik ook omdat hier nog geen vastgestelde besmettingen zijn, waardoor het nog altijd een beetje ver van ons bedshow is. We zijn weer helemaal op onszelf teruggeworpen. Het is stiller op het eiland. Je bent weer helemaal alleen met de natuur, de natuurgeluiden, de vogels, de branding, de wind. Ik zag gisteren weer kinderen vlotje varen in een sloot. Ik denk zo, dat deed ik vroeger ook. Van onze geschiedenis uit is het, hebben wij ons altijd moeten redden. De eilander, de Amelander heeft zich altijd zelf moeten redden. Maar aan de andere kant zijn we echt super afhankelijk van het toerisme. Ik denk dat grofweg 90% van het eiland hier van het toerisme leeft. Als dit een half jaar duurt, dan heeft het hele grote gevolgen voor het eiland en alle Waddeneilanden. Heeft iedereen wel genoeg vet op de botten? Hoe staan de banken erin? Dus dat is even een heel ander verhaal dan die vorige crisis. Ja, we zijn wel gewend om onszelf niet te redden op het eiland. Maar als er iemand van buitenaf komt, dan gaat dat wel. Gaat dat straks echt mis. Ik ben niet in de illusie dat we hier de dans gaan ontspringen. Want het komt hier ook, vroeg of laat. De vraag is alleen wanneer. Alleen ik denk inderdaad wel, omdat we elkaar hier goed kennen. Iedereen weet dan in dat geval wie eventueel een besmetting heeft. Dat je daar inderdaad toch wat meer rekening mee houdt. Waardoor het misschien toch hier behapbaar blijft. En dat is ook nodig, want we hebben maar 2 huisartsenpraktijken. En ja, goed, als het hier echt de pleuris uitbreekt, dan komt daar ontzettend veel druk op te staan. En dan zit je hier wel geïsoleerd op een eiland. Zou de coronacrisis nou ook nog iets positiefs voor het eiland kunnen betekenen op de lange termijn uiteindelijk? Ik denk het wel. We zagen dat ook met de financiële crisis zo 2008 toen de ellende begon. Daar hebben we op zich niet zoveel last van gehad, want iedereen ging weer terug op vakantie in zijn eigen land. En ik verwacht als dit over in juni, juli, augustus over is, dat iedereen eerst eens even achter zijn oor kloot van waar gaan we eigenlijk heen. Ik heb zelf ook een grote cruise geboekt met de hele familie, met once in a lifetime. Naar Italië, et cetera, et cetera. Die is geannuleerd, het hele circus gaat dus ook over. Dus ik heb tegen mijn kinderen en kleinkinderen gezegd, ik denk dat we maar een dagje naar Arnhem gaan. Dat is misschien net mooi. Ja. Dus we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en gewoon afwachten.